In het mobiliteitsplan Vlaanderen staat letterlijk dat tegen 2030 de structurele files op onze autosnelwegen nagenoeg weggewerkt zullen worden. Geen kat gelooft dat u daarin zal slagen. Al 4 jaar op rij komt u hier met miljarden zwaaien en al 4 jaar op rij zie ik de files meer dan ooit tevoren toenemen. Meer dan ooit tevoren. Dus mijn vraag is, als u op papier belooft dat de structurele files tegen 2030 nagenoeg zullen weggewerkt worden, op basis waarvan maakt u die belofte?